Cees Bruining, de technisch directeur van Katwijk. Die op verzoek van de spelersgroep vandaag in ieder geval op de trainerstoel zit. Hilteman met Guts. En dat is een overtreding van Kevin Guts op Jordi Hilteman. Dit is niet echt een hoek om het in één keer te gaan proberen. Maar ja, je weet het maar nooit met Joey Jongman. Hij krult hem lekker voor en daar is al het doelpunt van Suzanne. 3 minuten en 4 seconden onderweg. En Katwijk neemt de leiding op de Boshoek. Je weet dat Suzanne gevaarlijk is bij dit soort situaties. Dat bewijst hij hier eens te meer. Katwijk heeft meer opties. Met ook Blokland. Jongman. Dit zal ongetwijfeld niet de bedoeling zijn geweest. Hilterman probeert het ineens en dat is een geweldige goal. Van Jordi Hilterman. Hilterman aannemen, draaien, uithalen. Te machtig voor Nijland. Zijn tweede goal van het seizoen. Van der Leij gezocht en gevonden. En wat een formidabele poging. En het is terecht dat dit een doelpunt oplevert. Het gebeurt in de rebound via Mannes. Kijk deze bal zeg. Van Werkman over 70 meter. Pan klaar. Van der Leij doet het eigenlijk ook formidabel. Het is echt jammer dat er een rebound nodig is om HC terug te krijgen. Maar het plezier bij de thuisploeg is er niet minder om. Bij de vorige corner was daar dus Sinteur. Nu zijn er heel veel spelers van Katwijk. En weer Sinteur, die legt hem klaar voor Mengering. En via via gaat die bal er nog niet in. Dit heet de scrimmage met een bal op de paal. Van Dam en de keeper Nijland. Daar gebeurt er een hoop in het 16 meter gebied. Het kan het weekend mooi zijn. Zonnetje op de bol. En het doelpuntrijke potvoetbal. En een gekopt dreigt te gaan worden. Mannes nog in de rebound. En dat is een geweldige redding van Blokland. De corner van Jongman. Meer omhoog dan weg. Van Dam. Ja, er komt dus een scrimmage. Sanchez Angulo. En daar staat Sinteur. En die volleert hem vol binnen. Dat is een lekkere goal, zeg, van Bart Sinteur. Als ze bij HHC die bal niet echt lekker wegwerken. Het overzicht van Sanchez Angulo ook goed. En dan, pam, op de pantoffel. En ook echt vol. Er zijn slechtere manieren om je eerste doelpunt voor je nieuwe club te maken. Mengerink op randje 16 wacht Hilteman. Daar staat Hilteman en de redding van Nijland is formidabel. Jongman naar Mengerink, goed gezien. Mengerink met bal is hij razendsnel. Mengerink en Schmid loopt er van de sokken. En dat zal een rode kaart zelfs. Nou, dat vind ik toch wat rigoureus van scheidsrechter De Vries. Guts kan hier gewoon nog ingrijpen. Ja, rood is veel te overdreven. Een korte invalbeurt. En daarmee is het gedaan. Een kansloze missie. Uiteindelijk is het geworden voor HHC tegen Katwijk. En Katwijk sluit een vreemde, bijzondere week af. Waarin de kampioenstrainer werd ontslagen met een overwinning.